Bloemen zijn emotionele producten. Dat kunnen we ons voorstellen. Zijn bloemen in een huis, maken ook een huis leuker en gezelliger. En we geven bloemen cadeau als we iemand op visite gaan. Of een fan met verjaardagen. Daarnaast zien we dat het online aandeel van bloemen nog steeds beperkt is. 90% van de bloemen worden door vrouwen gekocht in de winkel en bemarkten 80%. En die bellen meer of die gebruiken inderdaad online. Tegelijkertijd zien we toch dat onder druk van de economische omstandigheden de bloemenverkopen ook onder druk staan. 5% minder stuks worden verkocht en dat leidt tot een omzetdaling van ongeveer 10%. Ook zien we dat de gemiddelde aankoop met gemiddeld 5% daalt. Men koopt wel goedkopere bloemen of misschien wel kleinere boeketten. En in deze markt zien we toch ook dat bloemen vreugde kunnen geven. Ik was ook helemaal verrast toen ik de bloemenwinkel binnenliep van Flori di Rose in Oosterbeek. Een bloemenwinkel die opeens 3 keer zo groot was als voorheen, maar vooral die inspiratie uitstraalde, de warmtegevoel uitstraalde en eigenlijk een soort van geluksgevoel. En ik denk ook dat het doel is van bloemen. Je kunt het aan je partner geven, je kunt het voor jezelf kopen en je kunt het ook bij je thuis neerzetten. En op momenten dat we ons wat moeilijker voelen of depressief voelen, dan zul je ook in bedaren bloemen gaan kopen. Het zijn de narcissen en de tulpen natuurlijk. In het voorjaar, of de amarillas, natuurlijk prachtig in zijn huis. En een bord bloemen geef je toch echt iemand cadeau. De ondernemer in Oosterbeek, die ziet het ook echt als een uitdaging. Om in deze markt, bij de druk is, toch met een speciaalzaak te komen. En toch de concurrentie aan te gaan met de benzinestations en de supermarkten. En dat doen ze dus in daardoor beleving toe te voegen aan hun winkel. Zelfs een koffiecorner is in deze winkel aanwezig. En dan denk ik echt wel dat dit ook mensen trekt. En dat bleek ook inderdaad. En dat mensen het leuk vinden om hier te vertoeven. Want ze brengen een stukje van de lente in huis. En tegelijkertijd een stukje gezelligheid. En ook een stukje beleving bij hun thuis. Het is een moedige stap, maar wel een stap die inspeelt op het huidige sentiment.